Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 9 december. Ik ben klaargemaakt en super leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb een multistick gebruikt. Die heb je in de vorige vlog kunnen zien dat ik die ging fotograferen. Die kun je zowel voor je wangen, voor je ogen als voor je lippen gebruiken. Ik heb ze op alle drie de delen aangebracht. Ik vind hem op mijn lippen wel heel leuk, op mijn wangen ook, maar voor mijn ogen denk ik. Ja, ik weet het niet. Maar ik vind het op zich wel heel erg tof. Ik heb gisteren weer gekeken naar het perfecte plaatje. Ik vond het heel moeilijk. Ze hadden een onderwater shot. En het resultaat is gewoon wat je zag, wat die fotografen die dat dus dagelijks, die dat eigenlijk gewoon echt voor haar werk doet, is echt heel mooi. Maar ja, daar gaan hun mee aan de gang en dan zie je gewoon hoe moeilijk het is. Het was gewoon echt, ze hapte naar adem en zo zie je maar dat je eigenlijk heel lang heel kort onder water kan blijven. Gewoon ook het idee dat je je ogen onder water open moet houden vind ik zelf echt verschrikkelijk. Ik kan dat niet. Als ik onder water zwem, dan heb ik altijd mijn ogen dicht. Zo heb ik ook mijn zwemdiploma gehaald. Toen moest je door dat gat en ik ging gewoon een beetje voelen, want ik ging echt mijn ogen niet open doen onder water. Maar goed, ik kwam er wel doorheen. Dat heb ik altijd al verschrikkelijk gevonden. Dus dat, en ook al heb je een duikbril op, nee, voor mijn gevoel komt dat er toch doorheen. Ik weet het niet zo goed. Daarna hadden ze ook een shoot, daar moesten ze teruggaan naar hun roots. En dat was ook heel, heel mooi geworden. Stefano heeft uiteindelijk de hele shoot gewonnen. Ze zijn alle drie door naar de finale, dus ik ben heel benieuwd volgende week. Dat was wel echt heel mooi. Daarna heb ik naar vier handen op één buik gekeken. Allereerst vind ik het wel vaak dat dezelfde moeders terugkomen. Tatum Dagaletti is al echt wel een paar jaar dat ze meedoet aan dit programma. En op zich is het dikke prima hoor. Maar ja, het zou ook wel leuk zijn als ze een keer wat andere moeders zouden kiezen. Hebben ze ook wel gedaan. Want er zijn ook een paar moeders die hebben volgens mij nog helemaal niet meegedaan. Dus dat gaan we zien. Maar dit meisje ook, ze was 18 jaar. Ze had al een dochtertje uit een eerdere relatie. Die is waarschijnlijk verwekt toen zij... Zij heeft op een gegeven moment in een instelling gezeten en toen is daar dat kindje dus verwekt. Ze was op dat moment met die jongen 7 maanden samen, maar ze waren dus echt nog maar een paar maanden bij elkaar toen het kindje verwekt werd in het zwembad notabene. Dat ik al denk van nou, als je gaat zwemmen dan weet je ook niet meer wat er rondzweeft in het zwembadwater. Dus dat vond ik ook wel een beetje ranzig. Nou, dat was natuurlijk ook gelijk raak. Woonden bij de schoonouders in, bij de schoonmoeder, alle diertjes mee. Ze had geen studie of geen baan. Ze leefde van het kindgebonden budget en ze shopte heel graag op AliExpress. En daar ging alles aan op. En als ze dan weer geld nodig had, dan ging ze naar de vader toe. Of ze bedelde dus bij de vader. Of ze boekte gewoon rekeningen die betaald moesten worden terug, waardoor er dus schulden ontstonden. Haar dochtertje uit die eerdere relatie, die woonde ook bij haar vader. Want daar heeft ze zelf voor gekozen voor een uithuisplaatsing. Want ze wilde eerst alles op orde krijgen. Nou, uiteindelijk kwam het kindje. De vader heeft de bevalling gemist, want die ging met 6 centimeter ontsluiting nog even roken. En het was midden in de nacht, toen werd hij gebeld, je moet nu komen. Want ze was ineens naar de 10 centimeter gegaan. Nou ja, dan moet je dus aanbellen bij het ziekenhuis, omdat je dus anders niet naar binnen komt. Dat moest een paar keer zo, ja, en uiteindelijk was hij dus gewoon te laat, want toen hij binnenkwam was het kindje er al. En uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan, dus zo zie je maar weer. Ze ging wel weer de studie oppakken, dus ja, uiteindelijk, ja, je ziet maar een klein deel, dus je weet niet zo goed natuurlijk hoe het allemaal... In het echte leven ruilt en zeilt. En ik geloof dat ze later ook nog wel filmpjes op de site hebben staan hoe het dan nu met zo'n meisje is. Ze heeft uiteindelijk ook wel een huisje gekregen. Dus ja, het is gewoon allemaal ja, soms wel triest eigenlijk. Ik heb weer naar eigen kweek gekeken. Ik had nu de kerstspecial. Het was gewoon 1 aflevering. Daarna heb ik rechts gekeken en ik heb mijn foto's bewerkt. Zijn nog niet helemaal af, want ik heb intussen ook de vlog afgemaakt. En ja, die is wel af, maar de foto's dan nog niet. Maar ik kan ook vanavond dan wel afmaken en dan gewoon schrijven. Dus was dikke prima. Ja, de persconferentie. Eigenlijk niet heel veel nieuws. Dat we niet gaan versoepelen met de kerst, dat had ik ook totaal niet verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Want
als je naar de cijfers kijkt die op dit moment de ronde doen, is het gewoon echt heel slecht. Ik kreeg straks net ook zojuist de cijfers hier binnen van gisteren, denk ik. En die zijn ook weer zo hoog. Mocht het niet verbeteren, komen ze voor de kerst nog met een persconferentie. En dan worden de maatregelen scherper. Of aangescherpt, ja. En ik ga ervan uit dat dat gaat gebeuren. Want je ziet nu momenteel helemaal geen daling. En ook gewoon de ziekenhuisopnames die blijken heel hoog te zijn. Daar krijg ik iets minder van mee. Omdat dat niet vermeld wordt in de Nu-app. Maar ja, alles is gewoon heel hoog. Dus ja, het is wat het is, denk ik. En je mag, zoals het er nu naar uitziet, met 3 mensen mag je kerst vieren. Met 3 mensen. Je mag 3 mensen op bezoek krijgen. Ja, kijken of jij nou een gezin van 7 bent, dan mag je nog 3 mensen uitnodigen. Dus ja, dan denk ik ook wel, is dat dan ook niet heel hoog? Want dan ben je ook met 10. Maar goed, kleine kindjes die worden natuurlijk niet meegerekend. Dus ja, weet je, je weet het niet. Het is wat het is. En het is gewoon allemaal afwachten. Al verwacht ik zelf wel dat ze nog gaan komen voor de kerst met de persconferentie. Maar goed, het is een beetje koffiedik kijken. We moeten het gewoon afwachten. Dus ja, dat is het. Ik ga zo even lekker aan de schoonmaak. Ik ga de woonkamer even doen. Het is koud. Het is ook niet zo heel erg licht buiten. Het is een beetje een grauwe dag. Ik heb de was gisteren opgehangen. Mijn witte was zowaar al droog. Dus ik hoop dat deze ook een beetje snel droog wordt. En dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Ik heb nog een leuk klein kerstboompje van... ja, ik weet niet zo goed wat voor materiaal het is. Die heb ik ooit van mijn moeder gekregen, boven liggen. Die heb ik bij mijn oma meegenomen. Die wil ik hier nog even een leuk plekje geven. Die ga ik straks nog wel even neerzetten. Dan moet ik even kijken waar. Er zitten ook lampjes in. Maar dat laat ik later nog wel even zien. Goed, ik ga jullie erbij zitten met schoonmaken. Ik ga even stop maken en dan gaan we er eventjes doorheen. Is schoon. Ik heb nog even dat boompje naar beneden gehad. Dat is deze. Die heb ik nu hier gezellig bij de televisie neergezet. Die heb ik een paar jaar geleden van mijn moeder al eens gekregen, maar die kwam ik dus tegen bij mijn oma. Dus daar heb ik even batterij in gedaan. Nu brandt hij gewoon heel leuk. Dus ja, vind ik wel super leuk. Die staat nou ook wel gezellig. Ik heb nog even lekker geknutseld en het huisje is lekker schoon. Straks ook even weer dat kleedje in het kattenmandje leggen, want die ligt nog op de slaapkamer. Maar dat komt omdat ze elke keer gaan spugen ze daarop. Maar misschien gaan ze er dan wel weer meer in liggen. Dus ja, eigenlijk wel fijn dat alles weer schoon is. Ik moet zeggen dat die multistick best wel goed blijft zitten, want ik heb ermee gedronken. Maar
Nou, het zit eigenlijk nog best wel goed. Ja, ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan lekker eten. Vanavond heb je Ajax om 7 uur. Beetje erop of eronder nu. Je hebt vanavond ook Steenrijkstraat Arm, maar dat komt pas om 9 uur. Dus dat heb ik opgenomen. Dan kijk ik eerst na goede tijden eventjes Bureau 040, want dat is ook de laatste. En dan kijk ik daarna wel even Steenrijkstraat Arm en misschien nog even het laatste deeltje van Commando's. En ik moet nog even de foto's bewerken. Ik moet een vlog gaan uploaden, nog een thumbnail maken. Verder moet ik nog eventjes. Nee, niks eigenlijk. Dat was het. Ik ga sowieso weer eigen kwee kijken en Rex. Dus ja, eigenlijk niet een hele bijzondere avond, maar wel lekker. Ik heb de ster geprobeerd iets te verhangen, maar dat werd dan nog niet helemaal. Het zit heel erg met het snoer. Want ik vind het eigenlijk niet heel erg mooi hangen. Want nu zie je dat snoer heel erg. Dus ik denk, kijk, nu zie je dat snoer hier hangen. Ik denk toch weer eventjes dat ik hem. Ik ga gewoon even kijken. Kijk, dit was toch beter. Kijk, want nou zie je dat snoer niet. Alleen nou trekt hij dus die kerst daar gelijk een stuk terug. Nou ja, ik vind dit beter als met het snoer net. In ieder geval, ja, ik vind het wel leuk weer zo. Ik baalde er alleen een beetje van. Ik had vorig jaar bij de Lidl had ik zo'n heel leuk kerstmannetje voor op het raam gekocht. Er zat ook licht in. En het veertje waar de batterij in moest, die is eruit. Dus die doet het niet meer. Dus die heb ik er maar afgehaald. Dus ik hoop eigenlijk dat Lidl ze nog weer krijgt, dat ik een nieuwe kan halen. Want ik vond het wel super leuk. Dat vind ik wel jammer. Vond ik ook wel gezellig, ook even iets in de keuken. Maar ja, voor nu vind ik het wel weer leuk. Alles brandt ook weer. Die brandt. Mijn Eftelinghuisje, die is gezellig al aan. Dat is niet zo heel goed te zien. Dus ja, ik ben tevreden. Ja, ik ga dan nog even lekker relaxen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen zien. Want er is verder toch eigenlijk niks meer wat ik ga doen. Dus lijkt me een goed idee om elkaar dan gewoon morgen weer te gaan zien. Ik moet mijn oude papier nog wegdoen. Maar past niet meer in de zak. En nou ja, morgen ga ik toch wegbrengen. Dus dan zien we dat morgen wel weer eventjes. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 10 december. Ik ben klaargemaakt. En ik heb er allerlei telefoontjes gedaan. Dus het was een beetje druk. Maar dat geeft niet. Het is nu 1:05. Mijn coach is hier 1:30. En dan gaan we eindelijk het oude papier wegbrengen. Ik heb het echt onwijs koud. Maar ja, hoort er ook een beetje bij. Ik heb ook een beetje. Ja, ik denk ook als ik nu een dikke trui aan ga doen, dan krijg ik het straks misschien best wel warm. Ook met slepen en zo. Dus ik denk, nou, doe maar even een wat dunner shirtje aan. Daar heb ik er nu een beetje spijt van. Maar goed, we gaan het meemaken. Gisteravond heb ik Bureau 040 gekeken. Was de laatste uitzending. Was ook wel een hele spannende. En ik merk wel dat ze met dit seizoen ook heel veel met drugs te maken hebben. Dat soort dingen. Gezellig, even een nietje tussendoor. Maar dat was wel heel mooi. Daarna heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Vond ik ook een hele mooie uitzending. Dit meisje dat had meegedaan aan Love Island. Ik kende haar niet. Ik ken het programma ook niet. Dus, maar ik vond het een hele mooie uitzending uiteindelijk. Ik heb ook ontdekt hoe lief babyolifantjes zijn. Want het gezin van het arme gezin die ging naar de dierentuin. Daar liep een babyolifantje. Was super schattig. Daarna heb ik nog even het laatste half uurtje van Commando's gekeken. Ik was een beetje teleurgesteld, want Ajax was zo slecht. Ze hebben verloren, dus we liggen uit de Champions League. Echt heel jammer, maar ja, misschien ergens ook wel verwacht. Ajax was gewoon niet in topvorm. En ja, ik moet ook zeggen, ik word nog steeds wel triest als ik die lege tribunes zie. En ik snap het compleet hoor, maar ja, het is toch wel een triest aangezicht hoor, zo'n leeg stadion. Maar goed, wat heb ik verder gedaan? Verder heb ik, ja, gewoon de vlog heb ik geüpload. Maar dat was zo'n drama, want het duurde zo gigantisch lang. Echt waar, ik heb het nog nooit zo lang geduurd. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga naar bed, ik sla hem wel op. Ik moet alleen nog even de eindschermen eraan toevoegen, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Omdat het zo lang duurde, dus ik denk, nou ja, ik ga hopen dat hij in ieder geval geüpload wordt. Dus op een gegeven moment was hij wel geüpload. Dus dat was een beetje drama en ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb weer eigen kweek gekeken. Superleuk. En Rex. Ik moet wel zeggen dat ik echt. Ja, weet je wat eigen kweek gewoon heel erg veel. Waarom je de humor ervan inziet. Omdat ze dus. Er zit een Filipijns vrouwtje zit erin en die kan natuurlijk geen Vlaams. En ze spreken dus.
Engels met haar. Nou ja, een soort van, want moeder kan niet echt Engels, vader kan geen Engels. En die oudste zoon, die probeert het wel, maar die maakt woorden zo gek dat ik er gewoon keihard om moet lachen. En ze hadden dus ook een zoontje gekregen bij die kerstspecial. En die is nu inmiddels al wat ouder, want ze zitten in seizoen 2. En die gaat ze nu ineens Nederlands leren. Want normaal zeggen ze in België tegen hagelslag muizenstrontjes. En nu zei ze toch wel hagelslag. Dat vond ik wel bijzonder. Dus toen hij zei van ja, maar hoe heet dat in correct Nederlands? Zei hij. Ja, hagelslag, zei het jongetje. Ik denk, oh, ik had muizenstrontjes verwacht. Maar nee, hagelslag. Dus dat was heel erg leuk. Ik ga nu zo meteen even stofzuigen. En dan ga ik de, hoe heet het, naar beneden gooien. Mijn oud papier ga ik verzamelen. En dan wacht ik even op mijn coach. Als het goed is, drinken we even een kopje koffie. En dan gaan we die kant op. Dus, nou ja. Ze wilden mijn nieuwe cappuccino uitproberen. Dus, daar heb ik ook wel zin in. Dus, ik ga eventjes wat doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terugkom. En misschien laat ik je de berg met oud papier nog even zien. Maar dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken hoe ver dat lukt. Dus, ja. Ik ga nu eventjes wat doen. En dan zie ik je sowieso later weer. Zo, het oude papier. Hier ligt een deel. En hier staat de hele bende van mijn ellende. Een beetje opgestapeld zodat we de deur nog uit kunnen. Dus dit is de situatie. Ik zat me net te bedenken, als je het bij de Efteling zou dumpen, Hollebolle Gijs die roept de hele dag papier hier. Nou, dan zou hij genoeg papier hebben. En dan zou hij blijven roepen, dankjewel. Ik weet ook niet hoe ik hierbij kom. Ja, dat is heel grappig. Ik zag gisteren een filmpje van Undercover, waarin ze Tom Baas vroegen hoe Brabants hij is. En er stonden dus wat Brabantse vragen tussen. Waaronder ook, ben je bekend met de Efteling? Ben je wel eens in de Efteling geweest? Ja, zegt hij, dat ken ik keigoed. Want dat is met Hollebolle Gijs en met die reus met zijn lange nek. Dat vond ik natuurlijk wel heel grappig. Maar ja, ik kwam ineens even in mop. Maar goed, het is allemaal naar beneden. Dat ruimt wel op. Straks alleen nog even dumpen. Mijn coach is wel later, want ja, die moest. De afspraak liep uit. Dus nou ja, goed. Dan ga ik nog even wat drinken. En dan ga ik maar even een vlogje kijken of zo. Ik moet nog even het eindscherm van mijn vlog erin zetten. Dat moet ik ook wel eventjes gaan doen. Maar in ieder geval, het oude papier staat er. Dus straks eventjes in één hap wegbrengen. Zo, inmiddels weer lekker thuis. En het is al een beetje donker. De katten net gevoerd. En ik zal jullie zo even de boodschappen laten zien. Het oude papierbak die zat daar ook wel super vol. Maar we hebben alles erop gekregen. Dus dat was top. Dus ik ga even de boodschappen laten zien, want er is verder ook eigenlijk weinig gebeurd. Dus ik ga er even heen lopen. Ik ben bij verschillende winkels geweest. Ik heb allereerst eventjes bij het Kruidvat heb ik hele leuke stickertjes voor op het raam gekocht. En ik vond deze heel erg leuk, want er zitten katjes bij. Dus die wil ik op het kleine raampje gaan plakken van het weekend. Vond ik wel heel erg leuk. Er zitten twee velletjes in met allerlei poesjes en is dan allemaal in kerststijl. Ik heb ook eventjes kuppensoep gehaald weer. Dus die. En wat had ik nog? Ik dacht dat ik nog iets had. Oh ja. Een mondkapje nog. Want dan heb ik even eentje extra weer. Dus die heb ik ook even gehaald. Bij de Aldi heb ik alleen eventjes chocomel gehaald. En er was nog iets wat ik had meegenomen daar. Oh ja, vochtig toiletpapier. Dat is van de Aldi. Ik stap eventjes terug in de tas, want dat gaan we morgen even opruimen en de stickertjes plakken. Dan ga ik even door naar de volgende tassen. Het is altijd zo'n bende als ik terugkom van de boodschap. Ik weet niet wat dat is. Ja, ik heb gekocht een witte reusblok, want deze was nu een eurotje. Ik heb extra, ik heb de dark roast maar meegenomen, extra dark voor de cappuccino. Ik dacht dat werkt vast ook wel. Dan heb ik ook even volle melk meegenomen, zodat ik dat ook een keer kan proberen voor de cappuccino. Ik heb twee kleine flesjes met olie gekocht, omdat ik dat altijd in de groenten gebruik. Ik heb shawarma voor strakjes, daar had ik wel zin in. Ik heb ook gehakt gekocht voor maandag. Dan heb ik twee pakken met slaafwinken, want die waren nu in de aanbieding. En ik heb ook twee pakken met spekreepjes, want die waren ook in de aanbieding. Dan heb ik ook nog een zakje met keukenfrietjes. Die ga ik straks bij de shawarma eten. En ik heb nog scheerschuim. En ik heb nog een zak gewone patat en die kan gelijk erin. Oh ja, en ik heb ook nog mondkapjes bij Lidl meegenomen. Het waren er 2 voor 3 euro. Ik dacht, dan heb ik er gewoon even een paar tegen elkaar. Dan ga ik ze gewoon netjes in een bakje doen. Dit kan hier blijven.
En dan heb ik dat. Dan heb ik een doosje met frikandellen. Ook weer eventjes deze melk meegenomen. De latte opschuimmelk. Want hij is niet heel lang, blijft hij goed. Dus dat merk ik wel. Dan heb ik nog een fles met chloor. Een chutje. De bakboter heb ik. Een broccoli. En ik heb ook boontjes. Aardappelschijfjes, 2 zakjes. En ik kreeg van een van jullie een tip voor siroop. Voor in de cappuccino. En ik heb de karamel genomen. Deze, je had ook een andere smaak. Maar die leek me niet zo heel lekker. En deze leek me wel heel lekker. Dan heb ik verder nog kattenvoer in de aanbieding. En nog een fles met spa en fruitjes in de aanbieding. Dus ik ga dit eventjes opruimen zo. Dan ga ik nog even lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik even 100 jaar jong. En meester Frank Visser. En ik heb weer lekker eigen kweek en zonnestad vanavond. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ja, eigenlijk een prima avondje voor de boeg. Ook wel, ik ook wel echt zin in. Lekker. Ik ga vanavond even de foto's bewerken. Misschien nog wat aan de video doen. Maar dan moet ik eventjes kijken. Dus ja, dat is eigenlijk de planning voor nu. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want er is verder ook gewoon weinig te vertellen. Want er is niet zo heel veel gebeurd. Dus nou ja. Dat was het even voor nu. Dus ik zou bij deze zeggen, ik ga mijn boodschap opruimen en ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is alweer 11 december en ik sta er elke keer weer van versteld hoe hard de tijd gaat. Het is toch niet normaal 11 december. Waar blijft de tijd denk ik dan? Maar goed, ik ben wel klaargemaakt. Ik heb nu ook die andere, ik had 2 van die sticks, zeg maar van die multisticks. Die heb ik nu ook weer gebruikt op mijn gezicht. En ik vind ze wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ook op je lippen werkt het goed. Ik heb gisteravond heerlijk televisie gekeken. Ik heb natuurlijk Goede Tijden gekeken. En daarna heb ik gekeken naar 100 jaar jong. En ik moet even zeggen, ik moest eventjes even een paar keer luisteren. Want dit vrouwtje, een van die vrouwtjes, die, er zat nog best wel een mondje op, zeg maar. Een beetje grof eigenlijk. En ik ben dat eigenlijk niet zo gewend bij oudere mensen. Gordon ging een ijskast voor haar kopen. En ja, nou weet ik niet of hij dat echt zelf betaalt. Het zal me niks verbazen als hij dat ook echt doet. Of dat het van het programma uitgaat, dat weet ik niet. Maar hij gaat dan soms ook met mensen op stap. En met 1 mevrouw ging hij dus een ijskast kopen. Ze kreeg er nog een gratis magnetron bij. En met die andere mevrouw ging hij naar de markt. Of gingen ze eerst naar, zij was huisarts geweest. Toen gingen ze eerst naar een museum in Amsterdam. Alles met het menselijk lichaam. En daarna gingen ze nog een rondje over de Albert Kuip. Dan wilde Gordon ook graag laten zien waar hij vroeger dus altijd stond. En gingen ze poffertjes eten. Dus nou, dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ik vind het echt een heel erg leuk programma. Ik vind het echt heel mooi in elkaar gezet. En ik vind het ook heel bijzonder om te zien dat mensen die dus echt al 100 zijn. Of zelfs al over de 100 heen. Dat ze nog best wel kwiek kunnen zijn. En dat, ja, ik denk dat dat best wel een bijzonder gegeven is. Omdat je dat eigenlijk niet, ik hoor het bijvoorbeeld in mijn naaste omgeving nooit. Maar zo zie je maar dat zo'n programma heel veel kan laten zien. Daarna heb ik meester Frank Visser gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt. En ik heb weer naar eigen kweek gekeken. En dat was ook weer heel leuk. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik ben wel heel blij dat er ondertiteling bij zit. Want sommigen in deze serie die hebben een beetje een accent. En dat hebben wij in Nederland natuurlijk ook. Maar in België hebben ze dat ook. Nou zijn sowieso natuurlijk, sommige woorden in België zijn anders. Want waar ze in België kunnen zeggen van, oh dat is een schoon kleedje. Kan ik me voorstellen dat je als Nederlander denkt van, ja maar wat bedoel je nou? Ze bedoelen eigenlijk gewoon, dat is een mooi jurkje. Want kleedje is jurkje en schoon is mooi. Maar dit is wel echt een accent waar ik soms ook geen chocola van kan maken. Dus ben ik echt wel heel erg blij met de ondertiteling. Over het algemeen versta ik mensen uit België wel goed. Maar soms is het wel lastig. En daarna heb ik lekker Zonnestad gekeken. En daar zit toch geen ondertiteling bij. Maar dat, ja, dat kan ik gewoon heel goed verstaan. Nathalie was er nog niet aan begonnen. Ik had het gevraagd van zijn jullie er al aan begonnen. Maar ze zei nee. Want we zijn eigenlijk nog met een paar andere series bezig. En ze wilde niet allerlei series door elkaar heen gaan kijken. Snap ik ook. Maar omdat we het er vorige week toevallig over hadden. Van ja, die en die acteur. Ja, die zat volgens mij ook in Zonnestad. Dus zei ik de naam. Ja, ze die bedoelde ik. En ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd wat Frank ervan vindt. Omdat Frank ook wel van Vlaamse series houdt. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zijn kijk op deze serie is. Want ik weet eigenlijk niet of hij het ooit gezien heeft. Dus
Maar goed, dat was mijn avond. Ik heb net even mijn teennagels geknipt, want die groeien zo hard. Ik moet die dingen gewoon om de 2 weken knippen. Ik vraag me af of dat normaal is eigenlijk. Maar goed, het zal wel. Als ze lang zijn, moeten ze geknipt, want ik wil geen lange nagels in mijn sokken. Ik kreeg het gisteren ook niet meer warm nadat ik thuis was. Dus ik ben onder de douche gestapt en ik wilde er niet meer onderuit, want ik vond het zo lekker warm. Maar goed, op een gegeven moment moet je gewoon. Maar ja, ik had het gewoon echt super koud. Nu ga ik soms een heerlijke slaapkamer schoonmaken. Die zin klonk een beetje raar. Het woord slaapkamer kwam er een beetje raar uit. En daar kan ik nu extra van genieten, omdat ik het en lekker vind dat alles weer schoon wordt. En 2 weken terug kon ik eigenlijk niet echt uitslapen, omdat ik toen de spullen moest ophalen bij mijn oma. En nu kan ik morgen gewoon weer lekker heerlijk uitslapen. Dus dan kan ik extra genieten van mijn schone bed. Ik ga eerst hier even stofzuigen en even de kattenbak scheppen. En dan zet ik jullie er gewoon eventjes bij de slaapkamer schoonmaken. Dus dat is voor nu de planning. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Slaapkamer is af. Ik had heel erg ruzie met mijn dekbed overtrek, maar het is uiteindelijk gelukt. Maar dat blijft een drama. Bed opvouwen, bed opmaken. Maar ik heb dus hier, staat dus mijn kerstster nu. Die had ik dus hier neergezet. Maar het tijgertje heeft gaan lopen vreten, want die zat steeds hier in de slaapkamer. Dus dat ging niet goed, want daar had hij ook op de slaapkamer staat. Want katten en planten, dat hier tenminste werkt dat niet. Dus je hebt misschien ook katten die er helemaal niet aan zitten. Ik had bij mijn moeder blijven van de planten af. Maar vandaar dat ik wat nepplantjes heb, maar... Ik haat het bed opmaken, echt waar. Ik heb het echt wel 4 keer of zo overnieuw moeten doen omdat het niet goed zat. Maar nu zit het goed, dus. Ik kreeg net een fantastisch filmpje door van Nathalie. Nathalie die had van mij voor Sinterklaas dat bakje gekregen voor de make-upjes. Was ze heel blij mee overigens. Frank ook met zijn sokken trouwens. Ik weet niet eens of ik dat had verteld. En
Toen ging ze dat bakje net indelen. Lente zat heel mooi voor haar. En Lente die pakte dat bakje zo en die begon ermee te schuiven. Dus ze zei, nee, dat is geen speelgoed. Toen ging ze naar zichzelf in de spiegel kijken. Toen was het blok op de grond. Het was echt heel erg leuk om te zien. Ja, dat zijn echt de leuke dingen waar je dan heel erg van kan genieten. Maar ik ben heel erg blij dat ik klaar ben. Want wat een drama was het. Maar het is wel weer lekker. Het is weer schoon. Ik ga nu even lekker relaxen, want ik ben het wel zat. Last van mijn rug ook heel erg. En ik had bij de kruidvat een kussen gezien. En dat zou ook voor je slaaphouding beter zijn, voor je rug en ook voor je heupen. Omdat ik altijd best wel veel last heb van mijn botten, van mijn heupbotten met slapen. Toen dacht ik, oh, daar wil ik eigenlijk wel naar kijken. En toen had ik het er met Nathalie over van de week. En die zei, ja, ik zou het persoonlijk niet doen, want daar heb je hele andere goede kussens voor. Ik weet niet meer precies hoe het heette, maar dit kussen moest ook tussen je benen met slapen. Dus ik heb het ook niet gedaan. Ik heb het trouwens ook niet gezien bij het kruidvat. Dus, maar dat dacht eerst dat dat wel een goede oplossing zou zijn. Maar ik denk dat ik beter een keer naar een kussen kan kijken waar ik daadwerkelijk met mijn heup op kan liggen. Maar goed, dat verklaart, dat heeft nog steeds, helpt nog steeds niet dat ik heel erg last heb van mijn rug en zo. Maar goed, even kijken hoeveel graden het is. Volgens mij was het best wel koud. Het is 3 graden en het regent. Nou, het is hier nog best wel droog, maar goed. Ik ga nog even lekker relaxen en dan ga ik vanavond... Weet ik nog niet wat ik kijk. Sowieso een aflevering van Undercover. Maar dat komt om 9:30. Daarvoor kan ik nog wel of een Van God losse fiets kijken. Want ik heb nog zat staan. Dus nog genoeg te kijken. Dus ik ga wel eventjes zien. Ik ga sowieso mijn artikel schrijven. Ik moet mijn video nog in elkaar zetten. Om te editen. En ik moet... ik ga eigen kwee kijken in mijn lekker zonnestal. Dus wat dat betreft een prima avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ben zat. Ik ga even wat drinken. Want ik heb een droge mond. En dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 12 december. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen de muur in gang schilderen. Zoiets wat een tijdje op mijn lijstje staat. En ik heb nu echt zoiets. Het moet gaan gebeuren. Dus dat ga ik zo doen, want dan kan de kapstok ook binnenkort weer even opgehangen worden. Dat zou wel prettig zijn. Dus ja, dat ga ik zo meteen doen. Daar ga ik jullie ook bijzetten. Verder wil ik even de stickertjes op de ramen plakken van mijn kerst. Dat vind ik wel leuk. En ik wil eventjes bullet journalen. Dus nou, niet een hele bijzondere planning, maar goed. Even wat dingetjes die moeten gebeuren. Ik ga zo even wat oude kleding van boven halen en de spullen. En dan ga ik eraan beginnen. Ik heb gisteravond een aantal programma's teruggekeken. Ik had nog een Lieve Vroger staan die ik even heb teruggekeken. Daarna heb ik gekeken naar Gestalkt. Nou nee, het heet anders. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer als het programma Gestalkt. Het is met Thijs Zeeman en hij is dus naar SBS, van SBS naar RTL gegaan. En zijn programma heet nu Zeeman Confronteert. En ik zag heel toevallig op social media voorbij komen dat dit vrouwtje zichzelf blijkbaar uiteindelijk stalkte. En ja, dat leek me best wel interessant om te kijken. Dus ik denk, dat ga ik eventjes terugkijken. Uiteindelijk, dus heeft hij ook echt 3 maanden voor vastgezeten. De politie heeft gezegd, jij stalkt jezelf. En... ja, toen heeft ze uiteindelijk toch dat programma ingeschakeld. En toen heeft Thijs Zeeman ook gezegd van ja, als ik bij jou uitkom, sta ik wel bij jou op voor de confrontatie. Ja, nee, maar ik heb het niet gedaan. Nou ja, ze ging op onderzoek uit. In eerste instantie bleek er ook echt wel aanwijzingen te zijn dat haar ex het had gedaan. Maar uiteindelijk bleek ze gewoon allemaal zelf te hebben gedaan. De stalking. En er zat wel wat bij van die ex. Maar eigenlijk... De brieven die zij zichzelf stuurde, ze stuurde zichzelf Facebook berichten. Ja, dat kon ze gewoon allemaal natrekken door middel van haar IP-adres en dat soort dingetjes. En zelfs haar familie heeft ze bedreigd. Haar moeder, haar zus, haar zwager. Ja, best wel heftig. Dus ze hadden ook zo echt zoiets van, ja, zo'n meisje heeft gewoon hulp nodig. Had ook een zoontje die ook uit huis geplaatst was. Dus ja, ze wilde daar toch echt wel wat mee doen. Dus ja, dat vond ik wel heftig, want dat heb ik nog niet eerder gezien, dat iemand zichzelf stalkte. Maar ja, dat gebeurt dus ook. Daarna heb ik nog even een Van God losgekeken. Ja, die vond ik ook een beetje vaag. Want er kwam helemaal geen undercover. Ja, dat kwam uiteindelijk om 10:55. Dat heb ik toch nog even opgenomen, zodat ik het gewoon eerdaags even terug kan kijken. Omdat we nu toch een beetje in de fase zijn waarin er niet zo heel veel op televisie is.
Ik heb een blogbericht geschreven, de video is in elkaar gezet en die staat ook al online. Dus wat dat betreft was het een prima avond. Ik heb weer lekker naar eigen kweek gekeken en Zonnestad. En daar heb ik ook weer van genoten. Dus ja, eigenlijk een topavond. Ik zit hier nu even met Mickey, maar we gaan zo even stofzuigen, de kattenbakken scheppen. En dan ga ik die muren even doen in de gang. Dus ja, het is alweer een tijdje geleden dat ik heb geschilderd, want de laatste keer dat was hier het huis. Dus ja, op zich wel zin in. Het is ook gewoon echt een klusje wat moet gebeuren, wat een beetje een doorn in mijn ogen is. Waarvan ik denk, ja, elke keer als ik in die gang kom, dan kijk je naar die muren en denk ik, oh, het moet echt geverfd worden. Dus ik ga even stofzuigen, dan ga ik de boel afplakken en zo. En dan ga ik jullie erbij zitten met schilderen. Dus tijd om wat te gaan doen. Ik ben klaar met alles. De muur is geverfd. Ik weet niet of er heel veel van is overgekomen met filmen, want mijn kaartje was vol. Dat had ik niet in de gaten. En toen heb ik nog een deeltje met mijn telefoon gefilmd en die zat ook vol. Dus het gaat allemaal soepel. Niet. Maar goed, ik ga jullie even de muur laten zien. Ik ben er wel heel erg blij mee. Hoe het is geworden, ik kan ermee leven zo. Kijk, alle lelijke plekken zijn weg. Hier zaten heel veel lelijke plekken en dat is nu gewoon allemaal weg. En ook hier dit helemaal. Dus ik ben er eigenlijk wel heel tevreden mee. Ik verwacht dat alles morgen goed droog is. Dan kan de tape eraf en dan kan alles weer terughangen wat er moest gehangen worden. En ook die stickertjes, die zitten erop. Het komt niet echt lekker over op camera, maar die heb ik dus geplakt. En heb ik het andere deel in de keuken gedaan. Een beetje lastig met filmen, merk ik wel. Mickey, kom eruit. Kijk, die zitten nu hier zo. Vind ik ook wel heel erg leuk zo. Ja, die vind ik wel gezellig staan. Alleen ze waren een beetje lastig van het papiertje af te peuteren. Want je trok het hele papier mee. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik moest ze wel opplakken door eerst het raam nat te sprayen. Want anders lukte het niet. Ik heb een hele smerige bril, zie ik. Die gaan we zo eerst eens even poetsen. Want daar kan ik niet mee leven met een vieze bril. Toen nog even lekker geknutseld, nog even met Nathalie gebeld. We waren even aan het overleggen, want ik moet nog wat kerstcadeaus halen. En dan zou of Nathalie of Frank even meegaan. We zijn even aan het kijken wanneer we dat het beste kunnen doen. Omdat zij volgende week ook heel druk is met werken en ze heeft nog wat andere afspraken. Dus het wordt allemaal een beetje lastig, maar ze zou het even overleggen met Frank. Zij was zelf nu ook even op kerstcadeaujacht, dus we gaan het zien. En ja, het is allemaal gewoon een beetje lastig, dus... Ja, en ik hoorde dus ook strakjes toen ik aan het schilderen was dat er dus dinsdag toch een persconferentie komt. En ik had het zien aankomen, want de cijfers zijn gewoon echt dramatisch. Dus ik sta er niet van te kijken, maar ja,
we moeten het afwachten. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik wil vanavond sowieso alvast wat aan de video gaan doen met editen. Ik ga sowieso eigen kweek kijken en Zonnestad. Daar heb ik heel veel zin in. Voor de rest ga ik straks lekker warm douchen. Want ik voel me best een beetje vies na het verven, de bakel. Maar het ging op zich prima. Dus ik mag niet klagen. En ik kijk sowieso Oh Wat Een Jaar. En ik denk op SBS6 heb je een top 2000 quiz. Misschien dat ik dat wel ga kijken. Dat lijkt me op zich wel leuk. Want ik hou wel van muziek. Dus ik denk dat ik dat een stukje ga kijken. En sowieso dus wat aan de vlog doen. Dus het wordt wel een relaxed avondje. Ik probeer ook even meteen aan alsof vast te lakkeren. Kunnen morgen mijn vingers weer. Dus ja, ik heb er wel wel zin in. Straks lekker even eten na het douchen. En dan ga ik ook lekker de bank op. Ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ben heel blij dat die muur klaar is. Ik heb alles ook al netjes opgeruimd. Ook alle verfdingetjes en zo. Dus dat is gewoon echt heel fijn. Dus eigenlijk best wel een voldaan dagje. Maar goed, ik ga jullie morgen zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 13 december. En ik zit even lekker op de bank. Want ik heb buikpijn. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Ik heb gisteravond heerlijk televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Oh Wat Een Jaar. Dat was heel erg leuk. Dat was het jaar 1998. Ik was toen 7. Maar ik wist er eigenlijk nog best wel heel veel van. En dat komt waarschijnlijk na de jaren daarna dat je er nog dingen over hoort. Er was op een gegeven moment was er een vraag. Dat is dan een publieksvraag. En ze liet een foto zien. En dan was eigenlijk een beetje de vraag van wat deed deze vrouw? En toen zei Chantal er nog bij, mensen boven de 30 weten dit wel. Nou, ik ben nog niet eens boven de 30 en ik wist het ook. Hoe erg is dat? Ja, het was Jomanda en die foto moest je dan herkennen. En dan was de vraag van, waar werd zij bekend om? Nou ja, zij was een medium, of is een medium. Ik weet eigenlijk niet of ze nog in leven is. Maar goed, dus dat wist ik. Dus ik dacht wel, oh, nu voel ik me heel oud. Want ik ben nog niet boven de 30 en ik weet dit. Dus dat was wel een beetje gênant eigenlijk. Was heel erg leuk. Ik heb ervan genoten. Daarna heb ik gekeken naar een hele leuke muziekquiz. Dat was op SBS6. Dat was de top 4000 quiz. Dat was met Gerard Ekdom. Die had 4 gasten. Die speelden in tweetallen. Gingen ze allerlei spelletjes doen omtrent muziek. Was hartstikke leuk. Het was er vorige week ook al op. Toen heb ik niet gekeken. Misschien dat ik het nog eventjes wil gaan terugkijken. Want ik vond het echt wel super leuk. En vorige week had je die show van Sinterklaas die uiteindelijk een beetje tegenviel. Dus, maar het was echt hartstikke leuk. En voor volgende week hebben ze het ook aangekondigd. Maar ik weet dus niet of het komt. Het SBS die heeft weer 2 films aangekondigd. Waarvan ik dan denk van, wat moet ik ermee? Ik heb even een knoopje in mijn haar. Die ga ik eerst even uitkammen. En dan kom ik bij jullie terug, want ik ga me hier aan irriteren. Zo, knoopje is eruit. Dan hebben ze weer 2 films aangekondigd met Johnny English. En ja, ik weet niet zo goed of het dan wel of niet komt. Misschien dat die film nog gewoon, als die om 8 uur al begint, een beetje op tijd is afgelopen. Dat ze alsnog die quiz uitzenden. Ik zou het wel heel leuk vinden. Ik heb gekeken naar weer eigen kweek. Was heel leuk. En ook weer Zonnestad. Ook weer van genoten. Dus wat dat betreft eigenlijk een prima avondje. Ik heb al aan de vlog gewerkt. Dat was ook wel fijn. En dat was het ook eigenlijk wel. Ik heb ook even contact gehad met Nathalie. Want die belde mij gisteren nog eventjes. Zij ging kerstcadeautjes halen. Toen vroeg ze van, wanneer wil jij kerstcadeautjes gaan halen? Het is namelijk zo, ik ben natuurlijk begin deze maand. Ja, we zitten nog vrij in het begin. Maar dat was toen 3 december ben ik naar de Action geweest. Maar toen waren er nog niet alle lijstjes binnen voor de kerstcadeautjes. Wij hebben loodjes getrokken. En toen hebben Nathalie en Frank aangeboden om dan nog een keer met mij extra mee te gaan. Dus zij vroeg van wanneer wil jij dat doen? Toen zei ik van nou ja, het ligt een beetje aan jullie. Wat jullie het beste uitkomt. Ik wilde er ook niet over beginnen. Want ja, ik vind het altijd heel opdringerig staan. Ik wil dan niet gaan opdringen. Ja, hè, wanneer heb je nou eens een keer tijd om mee te gaan? Ja, zo zou je het ook niet vragen. Maar hè, zo kan het overkomen. Toen zei ze ook, nou dat had je best wel mogen doen. Want je wil ook weten waar je aan toe bent. Toen had mijn vader mij vanochtend al geappt van, heb je alles al binnen? Toen zei ik van nee, nog niet. Nou, toen hebben ze ook contact gehad met Nathalie. En toen appte Nathalie mij al van het wordt dinsdag. Want eventueel met oog erop mochten de winkels dicht gaan. We weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren dinsdag. Dus dat was wel heel fijn. Dus dat heb ik gedaan. Dat hebben we afgesproken. Nu weet ik nog niet of Frank meegaat of Nathalie. Maar dat ga ik wel zien. Dat is gewoon even afwachten. Dat komt dinsdag wel goed. Dus dinsdag eventjes naar de Action voor de overige kerstcadeautjes. En dan kan ik ook de video opnemen. Jij hebt een heel hard stuk hier. Kom hier. Ja, dat moet even weg. Dus
ja, dat vindt ze niet zo leuk. Dat is allemaal prima. Dus dan wil ik ook even een planning gaan maken met video's opnemen. Want ik moet er nog best wel een paar. En die wil ik deze week een beetje gaan opnemen. Dus ik moet even kijken, even een planningje maken. Vandaag weinig op de planning. Ik ga zo weer even stofzuigen en eventjes de kattenbak scheppen en mijn groenten en mijn vlees al doen. Ik wil even de gehaktballen draaien. Ik ga ook alvast de rollade eventjes aanbraden. Die moet bevroren aangebraden worden. Dan kan ik hem vanavond, een uur voordat ik ga eten, kan ik hem nog even aanzetten. En dan is die gewoon gaar. Dat is een tip van mijn moeder, want ze zegt als je hem eruit gaat halen. Oh, ik heb even een hele harde steek in mijn buik. Dan gaat al het sap eruit en dat is gewoon zonde. Oh, dit is niet zo fijn. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga gewoon de foto's maken. Verder niet heel speciaal of bijzonder, maar dat geeft ook niet. Dus dat zijn even alle nieuwtjes van vandaag. Ik ga nu eventjes stofzuigen. De pijn doorbijten en dan laat ik je straks nog even zien wat ik ga fotograferen. En wie weet dat ik boven nog eventjes wat een en ander ga doen. Het zijn nu nog de kleine dingetjes, dus ik wil eigenlijk nog wel eventjes wat gaan doen. Maar goed, ik ga nu eerst even stofzuigmuziekje aanzetten en andere dingetjes doen. Er is net echt iets super doms gebeurd, want ik was een paar takken kwijt van mijn kerstboom en ik ben boven aan het opruimen. En ik kom die zak ineens tegen met die overige takken. Dus daar baal ik een beetje van. Ik heb nog geprobeerd als ik ze tussen kon wurmen, maar het gaat niet. Nou ja, eigenlijk zie je het ook niet, maar dat is wel even een leer voor volgend jaar beter kijken. Ik heb inmiddels de spullen gehaald voor foto's. Ik was eigenlijk nog vergeten te vertellen dat ik gisteren ook nog Ajax heb gekeken. Die hebben gewonnen met 4-0 geloof ik, dus dat was top. De spullen. Ik heb het Sedoucet Eyeshadow Palette van W7. Die vind ik heel mooi met al die glittertjes. En kijk ook die leuke kleuren erin. Dus die. Dan heb ik deze No More Red Smoothing with Hemp Oil Primer van Catrice. Die ik ga fotograferen. En de kerstcollectie van Essence. Waaronder twee nagellakjes. Dit kleurtje en deze. Deze ga ik vanavond ook opdoen. Dan heb ik nog stickertjes voor de nagels. Ik heb een mini Eau de Toilette. Een lipbalm, denk ik. Ja, lipscrub is het zelfs. Een hele leuke lipbalm in dit leuke doosje. Dit is lipbalm. Dan heb ik nog een puffje en nog een highlighter. Dus ik ga hier even foto's van maken. En dan heb ik alles gedaan. De groenten zijn afgehaald. De rollade is aangebraden. De gehaktballen zijn gedraaid. Dus wat dat betreft best wel productief geweest. Ik heb het zelfs nog een was draaien. Dus nou ja, ik ga even mijn spullen opzetten en dan ga ik wat doen. Nou, ik ben klaar. De katten hebben ook net eten gehad. Ik was even niet echt lekker voorbereid. Want de batterij van mijn camera was bijna leeg. De batterijen van mijn flitser waren leeg. Ik heb het met mijn camera wel af kunnen maken. Toen heb ik gewoon de flitser die op de camera zit aangezet. Werkte ook op zich prima. Alleen het licht is iets anders. Dus ik heb alles nu op de oplader liggen. En ja, weet je, als het niet anders had gekund, had ik nog foto's kunnen maken met mijn vlogcamera. Maar ja, ik vind de kwaliteit gewoon iets anders. Ik ben blij dat ik het wel af kunnen maken, maar het ging niet helemaal van een leien dakje. Verder, is dat het ook. Ik ga nu nog even lekker relaxen, want ik heb echt last van mijn buik. Dus ik moet gewoon eventjes gaan zitten, want ik heb best wel veel gedaan vandaag. Dus op zich niet erg, maar nu wel lekker om te zitten. Straks even lekker uitgebreid douchen. Ik moet nog even naar boven, want ik moet scheers gaan halen. En vanavond kijk ik denk ik even nog. Ik heb nog één aflevering van Lieve Vrouw. Dus ik denk de aflevering van Undercover. En dan nog even witsen. Er is verder weinig op tv. Ik heb sowieso wel weer eigen kweek. En Rex komt ook. En ik moet de foto's bewerken. Dus het is niet echt een hele spannende avond. De rollade die ligt aangebraden in de pan. Die kan straks weer aan voor ik ga eten. Staat nu hier zo. Dus die kan ik straks weer opzetten. En dan kan ik vanavond lekker eten. En dan verder doe ik niet zo heel veel meer. Want ik ben er wel eventjes klaar mee. Ik ga dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Al even lekker relaxen en niks doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 14 december. En ik ben klaargemaakt. En mijn plukje zit eraan. Die ga ik even goed doen.
ik weet eerlijk gezegd niet of dit zo'n hele goede middag is. Want ik werd wakker met de berichten dat we een lockdown krijgen die vannacht ingaat. En ik ben er best wel een beetje van geschrokken, want ik had het heel eerlijk gezegd niet zien aankomen. Omdat we eigenlijk tot nu toe nog nooit een lockdown hebben gehad. En het eigenlijk allemaal vrij onschuldig bleef. Of onschuldig, nou ja, het was niet zo heftig dat alles dicht zou gaan. Dus ik had hem eerlijk gezegd niet zien aankomen. Ja, daar was hij ineens, die lockdown. Vanavond alles om 12 uur gaat dicht. Dat betekent dat ik straks met Frank de laatste cadeautjes ga halen. Hij had zelf moet ook nog wel dingen halen. Ja, zo verandert even je hele planning. En dat geeft niet. Ik zet me daar overheen. Ik ben heel blij dat Frank zijn vrije middag daarvoor wil opofferen. Want het kwam eigenlijk ook niet zo heel goed uit. En dat snap ik ook. Dus ja, het is allemaal een beetje vreemd. We zijn allemaal een beetje van ons apropos, heb ik het idee. Althans, ik wel. Dus ik ben een beetje in de war, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, het is zoals het is. Ik heb gisteravond wel lekker televisie gekeken. Ik heb de laatste aflevering van Lieve Vrokers gekeken, die ik nog had opgenomen. Daarna een Undercover en daarna een Witse. Dus prima avondje. Ik heb weer eigen Kweek gekeken en ook Rex. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus wat dat betreft had ik een prima avondje. Mijn foto's zijn nog niet helemaal af, want het lukte niet helemaal lekker. Ga ik vanavond mee verder. Ja, en dan komt er dit bericht. Ik was helemaal platgespamd met gemiste telefoontjes, appjes. Toen heb ik Nathalie geprobeerd te bellen. Die nam niet meer op. Nathalie heeft mij geprobeerd te bellen. Ik was naar de brievenbus. Toen belde ik haar weer. Nam ze weer niet op. En toen belde ze net. Dus ik heb haar nu even gesproken. Tja. Wat kan het leven ineens anders zijn, denk ik dan. En we dealen ermee, hoor. Ik ga echt niet zeuren van, oh, alles gaat dicht. Nee, het is zoals het is. Maar ja, ik moet wel eventjes wennen hieraan. Wat ik wel heel leuk vond, is dat ik een kerstkaartje heb gekregen van mijn psychologe. Ik heb het nu natuurlijk afgerond, maar ik heb wel een hele leuke kerstkaart gekregen. Dus dat vond ik heel leuk. Die ga ik even ophangen. Ik moet ook mijn eigen kerstkaartjes nog gaan schrijven. Maar goed, ik haal gewoon postzegels bij de supermarkt. Dus die gaan dan donderdag de bus op. Als het allemaal doorgaat. Kijk, als mijn coach donderdag niet gaat langskomen, dan ga ik vrijdag met mijn vader boodschappen doen. Dus het is allemaal een beetje behelpen met elkaar. En ja, het is gewoon allemaal een beetje gekkig. En ja, we zitten gewoon eigenlijk een beetje in een vreemde situatie. Dus ja, het is wat het is. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik eventjes mijn video opnemen. En dan hou ik mijn app in de gaten als Frank appt hoe laat hij hier is. Ja, dat is het eventjes. Het is even zoals het is. Dus ik ga nu gewoon eventjes wat doen. Ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik gewoon even wat doen. Betekent ook dat ik vandaag eigenlijk verder weinig zal vloggen. Omdat ja, ik dus straks weg moet. Maar goed, dat is even zoals het is. Voor iedereen staat het leven nu ineens even op zijn kop. Dus ik ga even wat doen. En dan zie ik jullie weer sowieso als ik terug ben. Kleine update vanaf hier. De video die is opgenomen. Ik ben nu even aan het wachten op Frank. Want die komt zo deze kant op. Die is nu aan het rijden. En ik denk dat ik zo meteen alvast de katten ga voeren. Want anders moeten ze heel lang wachten. En ze zijn nu al aan het miauwen. Ja, het is. Ik ben nog steeds een beetje in shock door alles of zo. Ik heb de kerstkaarten geschreven, daar heb ik jullie dan even bij gezet. Maar mijn camera was ook bijna leeg, die ben ik vergeten op te laden vannacht. Die heb ik intussen ook even op de oplader gehad. Even de kerstkaart opgehangen. Die hangt er dan naast zo. En ik had gisteravond mijn nagels glad nog, deze kleur. Ik vind hem wel heel licht. Even het kleurtje nog erbij pakken. Ik had natuurlijk gisteren al verteld welk kleurtje erop ging. Ik hoop dat ik de naam kan lezen.
is ook echt wel een beetje donker aan het worden. Maar goed, een beetje hoofdpijn. Dus het gaat allemaal echt top. Ik heb dit kleurtje. Dit is dan de 01 Sugarcoated. Die heb ik dan aangebracht. Op zich is het wel leuk, maar ik vind hem wel vrij licht. Je ziet wel echt sommige deeltjes in mijn eigen nagel er nog doorheen. Ik heb Nathalie ook nog gesproken aan de telefoon. Maar dat had ik misschien al verteld. Ik weet even niet meer wat ik nou heb verteld, omdat de dag even ineens zo anders is. Ik moet even voor mijn vader nog bia-ethanol meenemen, als dat er is. Want hij was ook nog even snel de kerstcadeautjes gaan halen. Nog wat dingetjes voor mijn opa. En die zei van, kun je dat even meenemen, want dat hebben ze niet. En ik zou even zetpillen halen voor Nathalie, omdat we niet weten of kruidvat wel of niet open blijft. Of de droogkist in ieder geval. En dat is, ja, ik denk niet echt dat het een essentiële winkel is, dus ik weet het niet zo goed. Dus die ga ik sowieso eventjes halen en dan gaan we even naar de Action en dan zijn we klaar. Ja, ik moet even check halen, maar dat kan even bij de Albert Heijn. Dus dat ga ik eventjes doen en dan wacht ik nu eventjes verder op Frank. Ik ga hun even eten geven en dan kunnen wij straks die kant op. Dus ik ga even wachten op Frank en ik zie jullie als ik terug ben. Zo, inmiddels weer thuis. Alleen Tijgje heeft op de slaapkamer gezeten. Die had ik niet gezien omdat ik ineens weg moest. Dus dat was niet zo slim. Ik ga nu even snel douchen en dan ga ik eten maken. Dan ga ik straks zitten voor de persconferentie. Verder kijk ik vanavond Kopen Zonder Kijken ook. En Rex en Eigen Kweek. Dus dat is wel lekker. Ik ben goed geslaagd. Ik heb alles binnen. Het viel echt nog best wel mee met de drukte. Dus nou ja, het is nu 6 uur geweest. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga ook even mijn dingen doen. En dan ja, kan ik ook zo de bank op. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 15 december. Ik ben klaargemaakt en ik heb zo net eventjes een aspirintje genomen. Want ik had gisteren eigenlijk best wel hoofdpijn. Nadat ik thuis was gekomen. En ja, ik denk alle stress en spanning een beetje. En toen zakte het later weer af. Toen heb ik geen aspirine meer genomen. Maar nu werd ik straks wakker en toen had ik toch wel een beetje hoofdpijn weer. Dus ik dacht, nou dan doen we toch maar even aspirine in. Ik had gisteravond ook eventjes een beetje een down gevoel en het slaat helemaal nergens op. Maar ja, het kwam nu toch wel eventjes wat meer binnen van, nou jongens, we zijn nu toch wel echt, ja, het is nu, we zitten nu toch wel echt in een lockdown en we kunnen gewoon voorlopig even niks. Ja, die kwam wel eventjes binnen en ja, net wat ik zeg, het slaat helemaal nergens op, want er zijn zoveel mensen die gewoon nu niet kunnen gaan werken. Die ineens gewoon 5 weken thuis moeten zitten. Kinderen die niet naar school toe kunnen. Ik weet niet in hoeverre ze dat natuurlijk erg vinden. Maar ik heb natuurlijk ook wel gehoord dat toen bij de eerste periode dat we wat strengere maatregelen hebben gekregen in maart. Dat heel veel kinderen best wel een achterstand hebben opgelopen. Dus ja, het is natuurlijk allemaal best wel een beetje vreemd. Ja, het overviel me gewoon ineens eventjes. Ik vond alles doen en ik had gewoon echt zin. Ik had gewoon echt de neiging om een potje te gaan huilen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb daarna gewoon afleiding gezocht in GTSD. En ik heb daarna ook Kijkers Zonder Koop gekeken. Dus dat was ook hartstikke leuk. En dan gaat het gelukkig ook wel weer over. Maar ik voelde hem eventjes. Ik heb me ook een beetje geërgerd bij de toespraak van Rutte. Er waren dus buiten bij dat torentje een heleboel demonstranten. Die dus tegen hem aan het demonstreren waren. Die, terwijl hij die toespraak deed. De toespraak was gewoon helder en duidelijk. En dan denk ik van, wat bezielt je om daar te gaan demonstreren. Of wat dan ook. En er doorheen te gaan lopen roepen en tieren. En nou, ik weet het allemaal niet. Het kwam ook gewoon echt over op camera. Je hoorde het ook gewoon echt. Dus ja, dat vond ik echt ook wel ernstig. Dat mensen daartoe in staat zijn. Ik heb me daar ook heel erg aan geïrriteerd. Nou ja, de cadeautjes zijn natuurlijk nu gewoon binnen. En ja, Frank zei ook gewoon heel eerlijk van, hij vond het ook wel een beetje spannend. Want ja, wij hadden natuurlijk nog nooit echt iets samen gedaan. Want er was altijd iemand bij. Of Nathalie of andere familie. Ja, hij had ook tegen Nathalie gezegd van, is het niet een beetje vreemd dat ik met jouw zus dan cadeautjes ga halen? Nou, nee, zeg, dat had Nathalie gezegd. Maar ik snap zijn gevoel wel. Ik snap ook wel dat je het dan een beetje gek vindt om met de zus van je vriendin op stap te gaan. Helemaal als je dat soort dingen altijd gewoon samen met je vriendin doet. En je moet ineens met iemand op stap waar je eigenlijk gewoon, ja, je kent elkaar wel. Maar ja, wat misschien gewoon minder vertrouwd voelt of zo. Dus ik snap het ook heel goed. Maar ik heb ook gewoon tegen hem gezegd, ik heb er geen nare ervaring van. Ik heb het positief ervaren, dus hij had later ook wel tegen Nathalie gezegd dat hij wel blij was uiteindelijk dat ik mee was. Zodat ik hem nog even kon helpen met wat cadeautjes. Had Nathalie ook gevraagd. Dus we hebben het er gewoon goed van afgebracht. Maar ik snap zijn gevoel ook heel goed. Maar voor mijn gevoel is het gewoon wel een goede ervaring geweest. Dus dat was wel fijn. Intussen app Nathalie. Want ik had gevraagd, ik had de kerstkaart aan haar meegegeven.
En die had ook eventjes, ik had even voor haar, dus nog eventjes voor Lente had ik eventjes zetpillen gehaald. Want Lente die heeft heel veel pijn. En dan doen ze een zetpilletje. En ja, toen had ik die eventjes nog gehaald, want mijn moeder zou dat doen dus. Maar ja, die was er niet aan toegekomen of vergeten, ik weet niet meer precies. En toen had ze ook zoiets, ja, toen zei ze van ja, dan moet ik er weer uit met die kleine. Dus toen zei ik van nou, dan haal ik dat wel even. Dus dat hebben we ook, we hebben gewoon alles gewoon gered. Maar ja, ik was natuurlijk 6 uur thuis, toen ben ik even gaan douchen, toen ben ik gaan... eten gaan koken, de toespraak gekeken, GTST, nou Kijkers om de Kopen was dan de laatste uitzending, was ook wel een mooie uitzending, maar was een beetje apart, want het was een samengesteld gezin, dus maar wel mooi dat het zo kan. Heb ik erna gekeken. Oh ja, even een vlog, want dat lukte gisteren niet, want YouTube laadde niet op de tv. Daarna heb ik heb weer eigen kweek gekeken en Rex en ik heb een artikel online gezet, dus dat was het ook. Ik ga nu eventjes aan de schoonmaken, ik ga hier bij de douche erbij zitten, maar ik ga eerst even de kattenbakken en zo doen en even lekkere muziekje aan en dan gaan we eventjes wat doen en dan ben ik daar in ieder geval ook klaar mee. Maar goed, en hopen dat de hoofdpijn zakt, want ik heb er nog steeds wel last van, maar dat zal straks wel, want de aspirine gaat straks werken, dus tijd om wat te gaan doen. Je ziet hier en daar nog wel het luchtbuisje, maar die ben ik er gewoon niet onderuit. Maar in ieder geval blijft die beschermd. Dus ik ben er wel blij mee. Zo, ik ben klaar. Ik ben het echt heel erg zat nu. Ik voel me misselijk. Ik heb hoofdpijn, dus het gaat echt helemaal top. Maar ja, dat gaat wel weer over. Ik heb alleen allemaal haartjes op tafel. De douche is schoon. Ik heb nog een wasje erin zitten. Ik heb zelfs even allerlei bonnetjes zaten nog in mijn nachtkastje. Die heb ik eruit gehaald en allemaal weggegooid en opgeruimd. En dan wil ik de nachtkastjes ook nog eens even helemaal opruimen. Even kijken welke snoertjes het nog doen en welke kapot zijn die weg kunnen. Dat ook gewoon even netjes maken. Maar goed, dat had ik nu even geen zin meer in. Ik heb nog een lekker spelletje gedaan dat ik helemaal klaar was. Maar ik merk gewoon dat ik me niet helemaal top voel nu. Maar goed, dat gaat wel weer over. Even... er hadden ze nog een aspirintje erin vanavond. Komt wel goed, maar ik ben blij dat het in ieder geval allemaal weer rond is. Vanavond kijk ik Perfecte Plaatje. Het zou eigenlijk de finale zijn, maar ik heb het idee dat die in 2 delen wordt uitgezonden. Ik weet het niet helemaal goed hoe het gaat lopen, maar goed, dat ga ik wel zien. Ik neem even 4 handen op 1 buik op en Man Bijt Hond XXL.
Dan heb ik verder vanavond ook weer Rex en Eigen Kweek. En ik ben nu bij seizoen 3 van Eigen Kweek. Ik ga even mijn foto's bewerken en ik probeer de vlog af te maken. Dus op zich wel een prima plan. Dus ik hoop dat het allemaal lukt. Als ik te erg hoofdpijn heb, kan ik niet heel lang achter de laptop. Maar laten we het hopen dat het straks gewoon beter wordt. Ik heb lekker de lampjes hier aan. Dus ja, ik ben wel blij met een goede dag eigenlijk. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Want ik ga echt eventjes relaxen. Want ik voel me echt niet helemaal topfit. En ja, ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je een belletje aanzetten. Dan krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je gewoon bij je volgende video weer te zien. En wil ik je bedanken voor het kijken. Doeg!